Tervelde voert ons langs drie podia. Hier achter mij wordt op dit moment druk gesoundcheckt. Hier speelt vandaag onder meer Deftones, Anouk, NoFX en natuurlijk Smashing Pumpkins en The Verve. Het podium is 17 meter hoog en 32 meter breed. En om je een idee te geven hoeveel stroom er nou verbruikt wordt op zo'n hel Pinkpop terrein, dat is 2,5 miljoen kilowatt. En je kunt je voorstellen dat is ongeveer zoveel als een middelgrote stad in Nederland. Pinkpop 98 vindt niet alleen buiten plaats, maar ook hier in de 3FM tent. De kleinste tent van Pinkpop met een capaciteit van ongeveer 3000 mensen. Het is voornamelijk een danstent en het is hier nu al een beetje broeierig. Nog wel leeg, maar wel broeierig. Hier spelen straks onder meer de Tindersticks 16 Horsepower Granddaddy. Veel dance dus, veel swingen. Wat vorig jaar het Noordpodium was, is dit jaar veranderd in de Roskilde tent. En met een tent maak je Pinkpop dus een beetje weersonafhankelijk. En dat is precies de reden waarom de organisatie voor deze mogelijkheid gekozen heeft. De Roskilde tent is de op één na grootste tent van Europa met een capaciteit van ongeveer 16.000 mensen. Nu hoor je hier nog lekker zachte klassieke muziek, maar straks speelt hier onder meer Garbage, Junkie XL en Tori Amos. Pinkpop is natuurlijk niet alleen muziek, je moet ook de inwendige mens voeden. Dat kun je daar doen met de clever hamburgers, hotdogs, shawarma, weet ik veel. En als je dan een t-shirt voor je moeder wil kopen, dan moet je daar zijn. En als je geld wil pinnen, om bijvoorbeeld nog iets leuks voor je moeder te kopen, dan moet je daar zijn, bij de Giromaat. En er werd vorig jaar voor 700.000 gulden gepind. Dus wie zegt nou dat de jongeren tegenwoordig geen poen meer hebben. En als je poen nou op is, dan kan je nog even daar bellen naar je moeder of je nog meer centjes kan krijgen.